Nepperkaas. Een nepperkaas. Ja. Dat is denk ik handiger. Dat denk ik. Voor op die tafeltjes, laat ik het zo zeggen. Nou, we vroegen ons eigen af. We zitten even lekker te lunchen. Maar we vroegen ons eigen af. En toen was ik dus weer met mama. Ja. Kan ik erbij? Ja, ik kan erbij. Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 8 april 2023. En ik sta hier bij de Texelse boot. En nee, ik ga niet in de Texel, nee. Maar ik denk, ik ga de vlog eens een keer openen. Gewoon hier, gezellig. En ik ga dus nu even Ilona ophalen. Want Ilona die moest nog wat hebben. Dus ik ga dus nu even lekker daar naartoe. En we wensen jullie gewoon... heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog en bij deze prachtige dag. Ja, oh kijk, en daar gaat het dok de wagen maken richting Texel. Dus mensen die op Texel gaan er wonen, dank jullie wel dat jullie kijken. En hef hun op Texel. Doei! En toen waren we in de Jisk en met wie anders? Met Ilona. Leuk. Kijk, hier heb je een nepperkaas. Een nepperkaas. Ja? Dat is denk ik handiger. Dat denk ik wel. Voor op die tafeltjes, ja? Laat ik het zo zeggen. Ja? Zullen we daar die eens een beetje stoppen? Ja, nou ja, even een beetje schoonmaken. Dat kan ik ook doen. Straks. Nee, dat horen ze zelf te doen. In de winkel. Ja, dat is waar. Hoeveel? Ja, nee, drie. Want oh ja, drie. Ja, check. Is leuk. Goedendag. Ja. Goedendag. Inderdaad. Maar die is wel leuk, ja. Neppert. Ja, neppert. Ja, waarom niet? Ik wil alleen even weten wat voor... Ja, nou, daar zit weer zo'n kutschroefje in. Zo'n... Nee, kijk. Oh ja. Even kijken. 3 keer A. Batterijtjes. Oh, van die smalletjes. Ja, oh, smalletjes. Ja, makkelijk. Dat zijn van deze kleintjes. Dat zijn van die kleintjes. Ja. Dus. Ja. Een heel leuk klein. Ja, echt. Zo cute. Hij is nog niet zo zwaar, zeg maar. Zo grappig. Je moet niet de hele buurt uitnodigen, zeg maar. Nee, echt, hè? Oh, heerlijk. Oh. Nee. Dat is ook altijd lekker om even aan te voelen ook, hè? Ik hoef het zelf niet thuis te hebben, maar het is wel lekker om even aan te zitten. Gewoon even aan te zitten. Lekker, man. Wat is dit nou weer dan? Oh, een plantenbak. Ja. Oh. Ja, die is leuk voor jou. Die vind ik wel leuk. Ja, maar dan wil ik wel zo'n grote. Want ik dat snap nooit die kleintjes. Kijk dan, die is toch leuk? Ja, maar dat is maar in 1 persoon. Ja, nou, en? Oh, maar ik wil wel zo'n kussen. Ja. Zo'n onderkussen. Voor die leg ik op de bank. Wil je wel onderkussen hebben? Deze? Ja. Deze? Kijk, er zit hier een... Oh ja. Het is een kleintje, maar... maar, je hebt hem wel. Nee, maar, maar 2 dan. Er is een kleed voor op de bank, volgens mij. Volgens mij is dit een kleed. Ik weet het niet zeker, hoor. Kijk hoe groot die is. 1,30 bij 1,70. 1,30 bij 1,70. Was? Ja. Het is inderdaad een Mickey plate. Ja, doen we die erbij. Ja. Maar ik denk dat ik 2 cursons wil. Oké, okay, prima. Want dan doe ik het desnoods van dat geld wat ik heb voor mijn verjaardag, weet je wel. Ja, daarom. Nou, prima toch? Oh, neem we. Oh nee, dit is dan natuurlijk een kussen van... Op bed, ja. Kussensloep. Denk ik zo. 1,40 bij 2. Ja, die is inderdaad klein, deze. Ja, dus het zijn alleen maar 1 persoon. Ja, jammer is dat dan weer, ja. Hè? Ja.
Even kijken, deze vind ik wel lekker. Ja, die en die is leuk. Daar moet ik het dan, wil ik er dan ook twee van hebben. Even kijken, welke had ik nu? Sorry. Dat is... Hoe groot is die? 70 bij 1,4. Ja, dat is deze. Kattenmal. Ja. Ik had hem al. Want ik gebruik bijna nooit geen kleintjes meer. Zo. Dus dan twee kussens, ja. Een kleed en twee... Ja. We hadden beter een mandje mee kunnen nemen, schat. Ja, maar ja, we beginnen eigenlijk alleen maar een deco-ding. En even kijken of ze bordeaux-rode waslaantjes hebben. Waar vinden we die ergens hier? Ik denk het niet. Hoe zei je dat nou? Wil je een kinderfrietje met een frikandel of een kroket? Maar nou, ze hebben hier alleen kalfsvlees kroket of groentekroket. Dus nou, een kinderfriet met frikandel, appelmoes en friet. Met kibbeling, dan krijg je appelmoes en frietsaus. Dat is ook lekker, een kinderfriet met kibbeling. Ja. Ja, is ook handig. Ik zit over deze te twijfelen. Deze. Of deze vissoep. Ik denk dat ik voor deze ga. Ja. Zit het lekker bij zeggen. Ik heb ook de grote kolen. Ja. Nou, we vroegen ons eigen af. We zitten even lekker te lunchen. Maar we vroegen ons eigen af. Want er is hier een hele grote groep vogels. Die lekker in de zee ligt. En wij zijn op zoek naar welke vogels dit zijn. Dus ik heb Karin zover gekregen om even naar beneden te hobbelen. Om eventjes te kijken, om dichterbij te komen. En dan een foto te maken. Te fris. Nou, volgens mij is ze helemaal beneden aangekomen. En ik denk dat ze nu probeert om een beetje een goede foto te krijgen. Dus het resultaat komt zo, denk ik. In ieder geval de foto. Maar dan weten we natuurlijk nog niet wie het is. Even kijken of ik er nog verder kan inzoomen. Nee, verder dan dit gaat niet. Maar ja, gelukkig heb ze een broodje tonijnsalade. Dus die wordt niet koud. Als die wel komt. Ik ga proberen om hier te komen. Ik weet niet of ik ze kan filmen. Het is hier één grote drekboel. Man, het is hier ook een beetje, ja, ik zeg wel drekboel, maar ik moet er toch even bij kunnen. Maar eens kijken. Het is hier glad waarschijnlijk, want het is hier allemaal mos, mos, mos. Fijn. Mos, mos, mos. En verder denk ik niet dat ik ga, want anders kom ik niet meer omhoog. Denk ik. Ik weet niet hoe glad het is. Ja, dat zeg ik. Het is hier behoorlijk glad. Dus.
gaan ze weer, hoor. Eens kijken hoe mooi. Ik denk dat ze het voor elkaar heeft. En nu komt ze weer teruglopen. Dus jullie krijgen zo het resultaat te zien. Foto, video. We zitten dus lekker te eten bij nog wel wie dus. Met wie anders dan? Jullie weten, Iloontje. Nou, ik heb een eten. Iloontje ook. Dus we gaan lekker eten, toch? Ja, en Ilona is al aan het eten en ik moet nog gaan eten. Ja, werk is ook handig. Ja, maar ik heb iets warms, dus dat moet ik wel meteen opeten. Ja, dat is waar, dat is waar. En ik heb het koud, dat scheelt weer. Smaakverschillen. Zo, ik zit weer in de auto en ik ga even nu naar het graf toe van mijn oma. Daar ben ik ook wel weer een tijd niet meer geweest. En ik schaam me kapot dat ik daar dus al een hele lange tijd niet meer ben geweest. En dat is heel mooi, net oranje. Hartstikke mooi. En ik ga er doorheen. Hartstikke fijn. Het was net oranje dat ik net er doorheen ging. Ja, helemaal rood. Nee, maar dan zeg ik, ik ga dus nu even naar het graf van mijn oma. Ik heb lekker gegeten. Saampjes met Iloontje. Ja. En dit is een lekker nummer. Dat is wel een lekker nummer. Ja, dat is zo lekker. Heerlijk. Dus ja. Nee, ik ben lekker net bij nogal wie dus even gegeten. Ik heb hem al aan de telefoon gehad. Ik heb Ro aan de telefoon gehad. Rodi is nu naar zijn moeder toe. Naar de revalidatiecentrum. Ja. Is ook wel even erg nodig. Zijn we ook al een tijd niet meer geweest. Allebei niet. Dus ja, het is gewoon druk, druk, druk. Roderick heeft het druk, ik heb het druk. Roderick met zijn werk, ik met mijn werk. Met vloggen en in het Helderd. Ja, dus ja. Hè? En nu eventjes naar mijn oma toe. Ja, en dan ben ik benieuwd. En van mijn andere... ja. Ik weet niet hoe dat heet, want... Mijn oma die is getrouwd geweest met haar tweede partner. Maar voordat zij dus getrouwd was en met haar tweede partner, was haar tweede partner gehad. En had die dus eerst nog een andere in relatie. En die ligt dus ook twee of nog één voor mijn oma. Precies bij de ingang. Dus wil ik ook eens even kijken waar dat ligt. Ah, handig. Oh, die en die kleine dingen door. Ja. En dan noemen ze dit en dit en de gevaarlijkste rondtonde van Den Helder. Ja, oké. Okay. Ik weet niet wat hier de gevaarlijkste rondtonde aan is, maar oké. Okay. En bij de Waddenzeestraat. Geen idee. Echt niet. Zal het brood niet weten. Maar zo heb ik al heel Den Helder al wel gezien vandaag, volgens mij. Mee. En dan ga ik nog deze rondtonde nemen. En dan bij de verkeerslichten weer rechts. En dan ben ik er ook weer bijna. Dat was bijna een kraaitje onder mijn auto. Dat is ook niet erg handig. En dat geeft zoveel rotzooi, hè. Een kraai eronder. Ja, dat is niet handig. Nee. Nou, dan heb je hier dus zometeen een verkeerslicht. Ja. En niet en geen stoplicht. Ja, oké. Okay. En bij rood moet je stoppen. Maar het heet een verkeerslicht. Net zoals een Aki. Dat is namelijk een automatische kniplichtinstallatie. Dat is dus... die vind je dus namelijk en bij spooroverweggangen. Ja, en bij spoorwegen. Dat is erg handig. Nou ja, ik ben er ook alweer bijna bij mijn oma. En ik ben moe. Ja. Ach ja, wat ik ga eten vanavond, Chinees, dat had ik al gehaald. Dus zoveel hoef ik niet te doen. Moet ik alleen even straks even lekker douchen. Slapen, eten, rond een uur of half negen, negen uur wil ik naar beneden werken. Jee, joepie. Ja, ik ben moe.
Ik kan nu ook wel denken aan me zien. En morgen wel lekker thuis. Morgen is lekker zondag. Maandag weer naar school. Jeetje. En dan weer editen. Man. Kijk. Zo. Rechtsom gegaan. Jullie trillen een beetje. Sorry. Ja. Ik moet nog even dingen beter gaan organiseren hier in mijn auto. Maar dat komt wel goed. Ja hoor, dat komt allemaal goed. Niemand achter mij, niemand naast mij, niemand voor mij. Nee. Is het hek nog open? Nee. Nee, nou. Waarom is hij dicht dan? Het is al 5. Waarom is hij dicht? Why? Waarom is hij dicht? Het is weekend. Ik wil nog naar oma. Nou. Is hij dicht? Serieus? Geopend. Gloeiende glasplaten. Tot en met 4:30. Nee. Kom ik 7 minuten later. Oké. Okay. Nou, maar oma volgende week. Ik ben er volgende week wel. Nou, jullie zien me straks nog wel zo, weet ik. Geen idee. Ik ga mama bellen. Dat is sowieso. Ik ga mama bellen. Ja. Kan ik erbij? Ja, ik kan erbij. Nou. Zo. 2 blaffende honden. Ja, naar binnen. Zo. En hou jij eens even je mond dicht. Hi. Alles goed? Zo. Nee. Nee. Hi. Hi, schat. Hoe gaat ie? Koud. Ja, dat begrijp ik. En er komt er eentje binnen en die ziet er zomers uit. Het was eerder op de dag lekker, hoor. Ja. Ja, precies dat. Ga dan op de bank dan? Op de bank? Kom. Nou zeg! Zitten, allebei. En jij houdt je mond. Nee, mond. Zitten. Iedere keer als jullie gaan dit gaan doen, dan ga ik een stapje achteruit. En jij houdt je mond. Nee. Nou, samen aandacht. Ja, is nou goed? Ja? Ja, ik ben het nog steeds. Ja. Nee. Hey. Jij bent ook lief. Ja. Hallo, zitten. Nee, kom eens hier. Zitten. Het is oké. Zie je? Nee? Goed zo. Zie je nou wel dat het rustig kan? Zie je nou wel dat je het rustig kan doen? Ziet u een heel andere Rijke? Ja, jij ook. Ja.
Dat? Dat. En dat af en toe hebben ze dagen, dan hebben ze de wilde haren in hun. Kom dan, oog, kom dan. Je bent lief, ja, je bent lief. Ja, je bent lief, schatje. Zo, ja? Jij bent ook lief, schat. Jij bent ook lief. Kus. Zo. Tralali, trial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 
Ik denk ook af te vragen, waar moet ik een shot maken momenteel? Ik denk dat ik het even van mijn orchideeën doe. Ik moet nog even foto's maken, ook van mijn orchideeën die je doet. Kijk, en daar staan ze nog. Ja. Ik moet er nog een doen. Oh, wat kan je boos kijken, zeg! Ja. Mijn god! Ja, heel mooi. Kun jij boos kijken, meis? Jezus, mine! Kun je nog eens een keertje gewoon blij kijken zo? Nee, dat gaat het hem niet worden. Jezus, mine! En ze heeft het koud, zeg maar. En dan wordt boos. En de 16e, dan zit ik hier op het hoekje. Zondag de 16e. Die begreep Ro niet, namelijk daar heb ik een foto van gemaakt. De 16e zit ik hier op de hoek. Want? Dan hebben we de... De halve marathon. Ja, ik stond zo wat mijn kop tegen dat bord. Ik denk, dat bord was er niet eerder, dus ik achteruit. Ja. Het is aardig rustig. En dan is denk ik het dichtstbijzijnde punt om bij de kerk te gaan zitten. Gewoon even met 80 omhoog. Zo, het is helder ook. En daar ben ik weer. Ja, nou, ik ben weer op locatie. Ik heb even een leuke dag gehad met Ilona, met mama even. Geen Pokémon gedaan. Draaien geweest. Ja. En nu ga ik weer lekker naar binnen. Ik ga eten. Ik ga even onder een douche. En dan ga ik nog even slapen. Het is bijna 6:30, dus ik vind het prima. En dan ga ik vannacht weer lekker naar huis. Dus helemaal goed. Dus dank jullie wel voor het kijken. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Abonneer, reageer en doe het belletje. Want blijf namelijk op de hoogte. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.